tientallen boeremers hebben hoe het actie viert voor een monumentenstatus van Moene de Windlust in het dorp. Oorlievelien baande de Moene aan. Zond die tijd werd te werken onder weropbouw. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vindt dat de Windlust net meer op de monumentenlist jet. De boeremers en de beheerder van de Moene binnen het er net maar eens. En roepen de minister op om het dochs op de monumentenlist te houden. Het voordeel van de monumentenlijst is dat we met z'n allen hebben afgesproken. Dit vinden we belangrijk, dit willen we behouden, hier willen we voor zorgen. En op die lijst hoort deze molen thuis. Waarom? Hij is toch eigenlijk glunij? Nou, hij is in die zin nieuw dat er heel veel dingen vernieuwd zijn hè, na de brand. Moesten heel veel onderdelen, moesten nieuw... Haast alles. Nou, 95% van al het ijzerwerk is in de smederij weer opnieuw herbruikbaar gemaakt. Maar wat wij belangrijk vinden is de manier van herstellen. De manier waarop de tekeningen gemaakt zijn, de authentieke manier waarop het gebouwd wordt. Want een molen, er wordt altijd dingen aan vernieuwd. Alleen wij doen heel veel in één keer. De actie van de boeremers werd stiepen door Frieske Twadde Kemerleden. Zij had Rikkel vragen oorsteld aan de minister. Nou, als ik hier het meest kan belusteren, dan is het gewoon een emotionele waarde. En dat het een monumentenstatus krijgt, dat betekent dat ik wat voor hun. Dat het echt waarderen wordt ik, hoe ze zich inzetten hebben voor de restauratie van de Moene. En dat is wel wichtig voor de meesten hier. En dus van Jim? Ja, ik vind dat ik wichtig om dan te zeggen van, nou ja, wat is er mogelijk op dat met? Wat alles nevens plan verrint, is de Moene voor de simmer oor.